Dat wordt toen ook bezorgd. Ik ga het woord geven aan onze spreker. Goed, dankjewel Wouter. Goedemiddag allemaal. Welkom op deze informatiesessie over de provinciaal gecoördineerde opleidingen voor verkeersbegeleiders voor meer uniformiteit. Misschien even schetsen, ik ben Monica Savestini, ik ben diensthoofd van de dienst mobiliteit bij het provinciebestuur Limburg. Misschien eventjes kort inleiden. Jullie weten waarschijnlijk allemaal dat er heel wat categorieën in de wegcode voorzien zijn die groepen of mensen kunnen begeleiden in het verkeer. Dat zijn de gemachtigde opzichters, de groepsleiders voor voetgangers en voor ruiters, de wegkapiteins voor fietsers, de wegkapiteins voor motorrijders, de gemachtigde signaalgevers, de gemachtigde militairen en de werfopzichters. Nu, al die categorieën hebben bepalingen in verband met minimumleeftijd, in verband met de uitrusting die ze moeten dragen, in de wijze van machtiging, als we dat zo mogen noemen, de plaats van optreden en dergelijke meer. Maar er is nog altijd veel verwarring rond hun specifieke modaliteiten in de wegcode. Wij proberen daar vanuit het provinciebestuur een overzichtje in te houden. Dat is niet gemakkelijk. We hebben een tabel opgemaakt, omdat we daar heel veel vragen rond binnenkrijgen. Maar daar kom ik straks nog wel eventjes op terug. Ik zou eigenlijk willen beginnen met een heel kort quizje, zodat jullie zelf een beetje kunnen testen hoeveel jullie afweten van de huidige wetgeving. Het zijn maar twee vraagjes. Ik denk dat Wouter de poll gaat starten. Voilà. De eerste vraag is, weten jullie welke machtiging of onder welke categorie een leerkracht valt die op uitstap de kinderen begeleidt op een wandeltocht? Is dat een gemachtigde opzichter, een wegkapitein, een groepsleider of heeft die gewoon geen machtiging of valt die onder geen enkele categorie? Ja, ik zie dat de antwoorden verdeeld zijn. De meeste gaan voor gemachtigd opzichter en groepsleider. Wegkapitein valt niet in de smaak. Oké, ik denk dat we de poll wel kunnen afsluiten nu. Wacht even kijken. Inderdaad, dus de leerkracht die op uitstap de leerlingen begeleidt op een wandeltocht, is een groepsleider. Waarom geen gemachtigd opzichter, zoals ook heel wat mensen hadden aangeduid? Wel, omdat een gemachtigd opzichter enkel in de schoolomgeving zelf mag optreden. En groepen kinderen in dit geval mag helpen oversteken. Dat is niet hetzelfde als die begeleiden op een wandeltocht. Ik heb nog een leuk vraagje. Ook een vraag die wij ook heel dikwijls binnenkrijgen. Namelijk, welke machtiging of onder welke categorie valt een officiële busbegeleider? Hoe kan die een kind helpen uitstappen en de straat helpen oversteken? Ja, dus een persoon die door het onderwijs is aangesteld als busbegeleider en die een kind wil laten afstappen van de bus en die de straat wil helpen oversteken om naar huis te gaan of naar degene die hem of haar wil komen ophalen. Er zijn ook vier categorieën hier, gemachtigd opzichter, signaalgever, groepsleider of ook geen enkele categorie. Hier zegt het merendeel dat hij geen begeleider of geen machtiging moet hebben of een machtiging als gemachtigd opzichter, zie ik. Oké, wat is het juiste antwoord daar? Wel, die persoon moet eigenlijk geen machting hebben, niet als gemachtigd opzichter, nog signaalgever, nog groepsleider. Waarom? Omdat een officiële busbegeleider, dat wil zeggen een persoon die aangesteld is door de directie onderwijs, voor het buitengewoon onderwijs, om kinderen te begeleiden op de schoolbus, mag eigenlijk de bus niet verlaten om kinderen te helpen oversteken. Dat is ook een heel groot misverstand waar wij vanuit de scholen en ook vanuit de gemeentebesturen heel veel vragen over krijgen. Dus maar om eventjes duidelijk te maken dat de wegcode toch niet altijd even duidelijk is op dit punt. Nu de vraag, waarom geven wij als provinciebestuur eigenlijk opleidingen en waarom willen wij eigenlijk graag dat die opleidingen uniform zijn? Want nu in de eerste plaats doen we dat natuurlijk om situaties te vermijden zoals deze. Dat zijn een aantal pestartikelen van de voorbije jaren
over ongevallen in schoolomgevingen, over gemachtigde opzichters die betrokken waren bij een ongeval of die omwille van hun vrijwillig optreden al dan niet een fout maakten. Die situaties willen we natuurlijk zoveel mogelijk vermijden. Wij willen langs de andere kant ook ervoor zorgen dat scholen of gemeenten die het wel goed doen, zoals hier, die wel gemachtigde opzichters inzetten, dat die dat op de juiste manier doet. Hè. Hier zie je, de opzichter staat daar wel juist, maar maakt een fout, omdat het driekleurarmband niet op de juiste manier is bevestigd. Natuurlijk zijn er ook heel veel scholen en gemeenten die het wel perfect doen. Je ziet hier bijvoorbeeld een seingever en een gemachtigd opzichter die opgeleid zijn door het provinciebestuur. Een andere doelstelling is om situaties als deze een beetje ordelijker te laten verlopen aan de schoolpoort, om op die, om op die manier ongevallen te vermijden. En natuurlijk kadert het alles ook in een algemene verkeerseducatie. Hè, dus heel wat gemeenten, heel wat scholen doen sowieso inspanningen om educatie te geven, verkeerseducatie voor hun kinderen. Zelf hebben wij ook ons provinciaal mobiel verkeerspark. En ook de politie doet tal van, onderneemt tal van projecten om de kinderen verkeersveiliger in het verkeer te doen begeven. Ik ga eventjes verder. In Limburg geven wij uniforme opleidingen, niet voor alle categorieën die ik daar straks genoemd heb. Wij focussen ons op de gemachtigd opzichter, de groepsleider voor voetgangers, de wegkapiteins voor fietsers en voor motorrijders en op de gemachtigde signaalgevers. Dus voor militairen, werfopzichters en ruiters hebben wij vooralsnog geen opleidingen. Daar is ook niet echt vraag naar. Hier in Limburg toch niet. Onze grootste opleiding, of diegene zeker waar het meeste werk in steekt, is de provinciale opleiding voor gemachtigd opzichter. Ik moet jullie waarschijnlijk niet uitleggen wat een gemachtigd opzichter is. Wat doen wij als provincie? Wij doen de volledige coördinatie van de opleiding. Dus wij lanceren een oproep voor kandidaatgemachtigde opzichters via alle provinciale media, via de infobladen van de gemeente, waar wij een kant-en-klaar stukje voor aanleveren. En wij sturen ook een rechtstreekse brief en een folder naar alle scholen en naar alle instellingen voor bejaarden en gehandicapten, zoals het in de wegcode genoemd wordt. Wij verwerken ook de inschrijvingen van de kandidaten, dus via de site, dat is volledig automatisch, maar ook telefonisch, ook daar zijn wij vaak verwonderd hoeveel mensen toch nog telefonisch inschrijven. Wij zorgen ook voor medewerking van alle politiezones in Limburg en van alle gemeenten. En wij kopen ook de volledige uitrusting aan voor elke opzichter die de volledige opleiding doorloopt. Nu, zoals jullie wellicht weten, bestaat de opleiding voor gemachtigd opzichter wettelijk uit twee onderdelen, het theoretisch gedeelte en het praktisch gedeelte. Voor het theoretisch gedeelte staan wij ook in als provinciebestuur in die zin dat wij decentraal op 10 locaties in de provincie een theoretische infosessie organiseren. Wij dragen die kosten zelf. Soms draagt de gemeente ook de kosten van de locatie. Wij werken daarvoor met freelance lesgevers die allemaal afkomstig zijn of verbonden zijn aan het PLOT. Dat is onze politieschool in Genk. En zo'n theoretische infosessies duurt een drietal uren en zijn meestal, of bijna allemaal, 's avonds, zodat ook vooral leerkrachten kunnen deelnemen aan de infosessies. Voor het praktijkgedeelte, dat de wegcode bepaalt daar rond dat tenminste een halve dag in het reële verkeer moet zijn. Daarvoor hebben wij de samenwerking met de politiezone. Dus wij coördineren ook met de verantwoordelijken in elke politiezone, ook over de inhoud van die opleiding, zodanig dat die in elke politiezone ongeveer hetzelfde is. Wij bezorgen de lijsten van de mensen die de theorie gevolgd hebben aan de betreffende politiezone natuurlijk, van de plaats van machtiging. En na de praktijkopleiding bezorgt de politie terug die lijst van de personen die effectief de opleiding hebben gevolgd, terug aan ons. Na de opleiding zorgen wij voor de volledige administratieve verwerking. Dat wil zeggen, wij zorgen voor alle machtigingen, voor de pasjes voor de opzichters, voor de kennisgevingsformulieren. Wij laten die allemaal tekenen door de burgemeesters en wij verzamelen die terug. Wij organiseren dan een plechtige uitreikingsavond hier in het provinciehuis met een receptie waarbij we ook de burgemeesters en de mensen van de politie uitnodigen. Wij zorgen ook dat er per gemeente een groepsfoto wordt gemaakt van alle geslaagde opzichters. En de burgemeester en of korpschef of andere personen die daarvoor aanwezig zijn. En wij zorgen natuurlijk ook voor de verdeling van de machtigingen en de uitrustingen voor alle opzichters die die avond niet aanwezig konden zijn. Dat doen wij meestal via de politie of via
de gemeente zelf. Wat zijn de voordelen van die provinciale coördinatie? Enerzijds doen we dat sowieso volledig in afspraak met de lokale politie, maar ook op vraag van de lokale politie. Dus intussen al een 10, 15 jaar geleden heeft de lokale politie ons gevraagd om die opleidingen te coördineren, omdat zij daar zelf niet meer genoeg manuren voor hadden. Wij zorgen ze ook voor uniformiteit. Dus wij zorgen ervoor dat al onze lesgevers en ook alle mensen die de praktijk geven dezelfde richtlijnen gebruiken. Meestal zijn de lesgevers trouwens dezelfde die die 10 infosessies geven, dus daar is uniformiteit sowieso geen probleem. Wat is ook uniek in Limburg, is dat de mensen die opgeleid worden door ons, dat die een provinciale machtiging krijgen. Dus normaal gezien wordt een opzichter enkel gemachtigd in de gemeente waar hij of zij optreedt. Maar wij hebben een protocol, tot nu toe hebben we dat altijd kunnen afsluiten met alle Limburgse burgemeesters, dat die opzichters ook sporadisch in hun gemeente mogen optreden. En dat geldt enkel voor de provinciaal opgeleide gemachtigde opzichters. En wij bezorgen ook altijd... ik ben ineens mijn presentatie kwijt. En wij bezorgen ook altijd een lijst van geslaagde gemachtigde opzichters aan de gemeente. Even kijken, ik ben ineens mijn presentatie kwijt. Nou, ik zal zo eventjes doorgaan. Wat zijn nu de resultaten van die opleiding? Ah, voilà, daar is hem terug. Voilà, dankjewel. Dus tot nu toe is het zo dat wij die opleiding voor gemachtigde opzichters 2 jaarlijks organiseren, meestal in de evenjaren. Waarom 2 jaarlijks? Omdat het toch wel wat administratief werk vergt. In totaal hebben wij tot nu toe een 4470 opgeleide gemachtigde opzichters. Gemiddeld doen er zo'n 500 mensen mee per opleiding. Of zijn er toch een 500-tal mensen geslaagd, als we dat mogen noemen. We hebben ook al een terugkomdag georganiseerd ooit, maar dat had eigenlijk weinig respons. Dus het enige nadeel van deze manier van werken is dat wij natuurlijk na 10 jaar geen overzicht meer hebben over welke opzichters al dan nog actief zijn. We krijgen vaak ook die vraag van de gemeente. Maar dat laten wij eerder aan de gemeente of aan de politiezones of aan de scholen die zich destijds hebben ingeschreven over, om daar een overzichtje van te maken. Dan ga ik eventjes verder naar de andere categorieën, dus de groepsleiders, de wegkapiteins en de gemachtigd signaalgevers. Wat is hier het probleem? Dus deze 3 categorieën, dus groepsleiders is voor de begeleiding van groepen voetgangers, wegkapiteins voor fietsers is voor groepen fietsers en voor motorrijders is voor groepen motorrijders. En gemachtigd signaalgevers is vooral bij wielerevenementen en dergelijke. Deze personen zijn allemaal vermeld in de wegcode en er zijn ook een aantal zaken rond bepaald, zoals de uitrusting. Maar zij hebben geen verplichte opleiding volgens de wegcode, terwijl een grote verantwoordelijkheid schuilt in hun optreden. Er waren ook destijds heel weinig gemeente- of politiezonen die zelf deze opleidingen voorzien. En wij kregen daar toch ook heel wat vragen rond. Dus ook hier hebben wij als provincie een initiatief genomen. En organiseren wij uniforme infosessies, ook weer in samenwerking met de lesgevers van de politieschool. En hier werken we eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Dus wij informeren via infobladen van gemeenten, via algemene media en via een brief en folder naar scholen, wielerclubs, sportverenigingen, jeugdverenigingen en dergelijke meer. Wat houdt de opleiding of de infosessie concreet in? Het is hier niet echt een opleiding zoals bij de opzichters, maar eerder een infosessie van 1 avond. Per categorie. Dat wil zeggen 1 avond voor groepsleider, 1 avond voor wegkapitein fiets, eentje voor wegkapitein motorrijder en 1 voor gemachtigd signaalgever. Telkens een 2 à 2,5 uur doen we centraal hier in het provinciehuis, omdat we daar een grote zaal ter beschikking hebben, is ook volledig gratis voor de deelnemers. En elke deelnemer krijgt ook een volledige uitrusting, afhankelijk van de categorie waar ze zich voor ingeschreven hebben. Ook hier hebben wij toch al heel wat deelnemers gehad, zoals u kan zien. Hebben in totaal in al deze categorieën samen 1500 mensen opgeleid, als ik het zo mag zeggen. U ziet daaronder staan ook praktijk, wegkapitein motorrijden. Dat is iets wat we tot nu toe maar 1 keer gedaan hebben. Dus de mensen hadden daar eerst een theorie rond het optreden als wegkapitein motorrijder. En daar hadden we een
cursus aan gekoppeld, 4 uur praktijkbegeleiding over een optreden in het verkeer. Dat hebben we tot nu toe maar 1 keer gedaan. Nog eventjes dit. Wat kost het nu? Dat is ook iets wat die vraag die we dikwijls krijgen. Wij voorzien voor de opleiding voor gemachtigde opzichters een €15.000. Dat is voor een 500-tal geslaagde deelnemers. Voor de andere verkeersbegeleiders is het ongeveer €10.000, omdat daar de uitrusting iets goedkoper is en ook er minder sessies gegeven worden. Zoals ik daar straks al zei, krijgen wij doorheen heel het jaar heel veel vragen rond de interpretatie van de wegcode over dit onderwerp. Dus dat zijn zeker nog zaken die zeker verduidelijkt kunnen worden. En door de continue vraag, zeker naar gemachtigde opzichters, zijn we aan het bekijken om eventueel vanaf dit jaar, afhankelijk hoe de coronamaatregelen gaan evolueren, of wij die opleiding kunnen intensifiëren en bijvoorbeeld jaarlijks een opleiding kunnen voorzien voor gemachtigde opzichters en voor de andere categorieën. Maar daar zijn we zelf nog niet helemaal uit, omdat het toch wel wat administratief werk is. We hebben gelukkig iemand bij ons op secretariaat die daar heel geroutineerd in is, maar toch blijft dat toch wel een serieuze belasting wat administratie betreft. Voilà, dat was mijn toelichting. Ik zie dat er een aantal dingen in de chat staan. Ja, dankjewel, Monica. Een aantal vragen die gesteld zijn, heb jij volgens mij door in de presentatie wel al beantwoord. Ik lees nog wel veel bezorgdheden bij een aantal mensen over ja, hoe vinden jullie al die mensen om die opleidingen te volgen? Blijkbaar is het heel moeilijk om goede gedreven mensen daarvoor te vinden. Kan je daar misschien nog een antwoord op geven? Ja, voor de gemachtigde opzichters, zoals ik al zei, wij publiceren sowieso in de infobladen van de gemeente en wij merken dat dat toch wel een heel groot bereik heeft, dus dat is zeker een heel belangrijk medium. Wij schrijven ook bijvoorbeeld alle scholen van heel Limburg, van kleuter tot en met hoger onderwijs, rechtstreeks aan met de folder, met de uitleg voor de opleiding. En ook voor de andere categorieën, dus de wegkapiteins en dergelijke, doen we eigenlijk hetzelfde. En daar schrijven wij eigenlijk alle wielerclubs aan, alle jeugdverenigingen in Limburg, de koepelorganisaties en ook daar ook weer via de infobladen. En ja, die aanvragen die komen dan redelijk goed binnen, omdat wij al die kanalen proberen te bespelen. Oké, dankjewel. Ik zou ook vooral nog onthouden dat jullie dat allemaal gratis doen en dat jullie taart voorzien. Ja. Dat is misschien ook een grote motivatie voor de mensen om alles bij te doen. Klopt. Limburgse vlaai is ook voorzien achteraf. Maar je moet wel de hele infosessie uitzetten om taart te krijgen. Ja. Dat klopt. Ja. Misschien nog één laatste vraag. Het is de laatste vraag ook in de chat. Hoe staan de scholengroepen open bij jullie? Ik begrijp de vraag niet helemaal goed. De vraag is gesteld door Christophe Dutois. Kan je misschien iets verduidelijken? Is de bedoeling dat mensen vooraf inschrijven, Monica? Wordt dat bij jullie bijgehouden? Dat mag, ja. We krijgen regelmatig doorheen heel het jaar vragen van wanneer komt er nog eens een opleiding. Die mensen zetten wij dan op een lijst en die krijgen sowieso rechtstreeks een mailtje van ons als er een nieuwe opleiding gepland is. Dus dat kan wel. Wat de andere provincies betreft heb ik eigenlijk geen idee wat op dit moment de opleidingen of zij op dit moment de opleiding doen. Ik weet wel dat er een aantal provincies wel interesse hebben, maar ik weet niet hoe ver het op dit moment staat. Nu met heel corona gedoe heeft dat ook bij ons wel even stilgelegen allemaal. Dus, Oké. De bezorgdheid is blijkbaar dat scholen daar niet echt voor openstaan. Ja, dat valt hier heel goed mee. Ik kan zeggen dat vooral voor gemachtigde opzichters dan, want dat is de grootste groep die aan de scholen optreedt, dat als ik dan maar zo mag schatten, 80-85% van de inschrijvingen wel leerkrachten zijn. We krijgen vaak ook vragen van scholen die bijvoorbeeld zeggen, wij willen eigenlijk 50 leerkrachten opleiden, kun je bij ons die infosessie niet komen geven in school? Dat doen we soms ook op voorwaarde dat die school een groot lokaal ter beschikking heeft en dat zij de school openstellen voor andere deelnemers. Dus dan beschouwen wij die school als een van de 10 locaties. Maar ja, de meeste deelnemers bij ons voor gemachtigd opzichters zijn echt wel leerkrachten. Dus dat zit redelijk goed hier wat het onderwijs betreft. Oké. Ik lees nog dat andere provincies daar ook mee bezig zijn. Ik veronderstel dat ze wel bij u terecht kunnen om nog wat goed advies. Ik ga de sessie hier
afsluiten. Ik wil iedereen bedanken om zo goed mee te werken en ik wens jullie nog heel veel plezier. Willen jullie graag nog met elkaar wat netwerken? Dat kan allemaal. Dus, dank u wel. Oké, bedankt allemaal voor jullie aandacht.